Wouter. Wouter Koolmees, fijn dat je er bent. Dankjewel. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar ook Mr. Corona, chef de corona. Eigenlijk als vicepremier, of zeg ik dan te veel? Nou, er zijn meer chef van corona op dit moment in het kabinet. Ja. Maar inderdaad, sociaal-economisch hebben we het hele drukke tijd gehad. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk niet alleen een medische crisis. Dat is al lang duidelijk voor iedereen. Een online congres als D66er, hoe voelt dat? Ja, het voelt wel bijzonder. Goedemiddag allemaal. Leuk dat u kijkt. Ik had natuurlijk liever in Nijkerk geweest met 1500 mensen in een zaal. Zodat ik jullie allemaal persoonlijk ook had kunnen zien en kunnen spreken. Maar ja, dit is het redelijke alternatief. Dus daarom staan we hier. Dus in ieder geval, fijn dat het in ieder geval kan. Hè? Ja. Dat we in ieder geval deze mogelijkheid hebben gevonden om toch met elkaar in contact te blijven. Ja, we blijven met elkaar in contact. We vertellen de verhalen en er worden ook een aantal formaliteiten, zoals die normaal gesproken op een congres plaatsvinden, ook gehouden. Bij D66 heel erg belangrijk, hè, die formaliteiten. Ja. De moties en de verkiezingen. Die komen allemaal aan bod, zo dadelijk. Fijn dat jij er bent. En we zien jou natuurlijk ongelooflijk veel ook op televisie de laatste tijd. Laten we er even naar kijken. Hey, ja, leuk. Want het is belangrijk dat de economie blijft draaien. Dat mensen gewoon hun salaris ontvangen en dat gewoon en hun rekeningen blijven betalen. Nee, geen ontslagen vallen. Geen ontslagen vallen, de werkgelegenheid intact blijft. We roepen als kabinet de bedrijven op hiermee verantwoord om te gaan. Nu een deel van ons leven is stilgevallen, verkeert een groot deel van de beroepsbevolking in plotselinge onzekerheid over de toekomst van zijn of haar werk. En ook dit aspect treft ons allemaal. Houd je aan de regels en wees een beetje lief voor elkaar. Ja, lukt dat ook een beetje om een beetje lief te zijn voor elkaar, ook binnen het kabinet? Nou, binnen het kabinet sowieso, maar wat mij sowieso opvalt is dat er heel veel mensen ook inderdaad lief zijn naar elkaar en zorgzaam naar elkaar omkijken. Toch even extra bellen naar mensen om te kijken of het goed met ze gaat. Ik krijg heel vaak ook in hun appjes, blijf gezond. Ja. Dat vind ik wel mooi eigenlijk. Ja, het is ook zo. Iedereen zijn wereld staat natuurlijk op zijn kop, hè, maar niet iedereen staat aan het roer. Waar ben jij nu mee bezig als vicepremier? Met heel veel dingen tegelijkertijd. Mijn belangrijkste werk als minister van Sociale Zaken is natuurlijk de werkgelegenheid en de banen. Dus we hebben een noodpakket als kabinet gelanceerd. Een noodpakket gericht op het behouden van de banen en het uitbetalen van de salarissen. Dat is fase 1 eigenlijk. Tegelijkertijd zit ik als vicepremier ook in wat dan heet de ministeriële crisiscommissie, de MCCB. Waar we ook natuurlijk heel veelvuldig praten over de medische kant van de zaak. De IC-capaciteit, de ziekenhuisopnames. En ook nadenken over wat gebeurt er hierna. En het ingewikkelde is natuurlijk dat we heel veel dingen nog niet weten. Want we eigenlijk in een situatie zitten die ons is overkomen. Waar we niet alle puzzelstukjes helder hebben. Ja, en zeker inderdaad hoe lang het duurt. Die onzekerheid is voor mensen natuurlijk ook ontzettend zwaar om mee om te gaan. Als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb je natuurlijk geprobeerd om enorme slagen te maken. Om toch helderheid en duidelijkheid te geven. We zagen het net ook om te voorkomen dat er ontslagen vallen. En toch zitten er veel mensen in onzekerheid. Hoe pakken jullie dat nou aan? Nou, laten we helder zijn. Hè. Wat we nu zien is eigenlijk een soort paradoxale situatie. Eind februari hadden we een topeconomie. De werkloosheid was 2,9%, het laagste niveau sinds we het meten. En in één keer, twee weken later, staat een deel van de economie gewoon helemaal stil. Als je ook kijkt, en niet alleen in Nederland. Als je kijkt internationaal, de Verenigde Staten 20 miljoen extra werklozen. Als je kijkt naar China, een krimp van de economie die ze de afgelopen 20, 30 jaar niet hebben gezien. Dan is dit gewoon een heel grote crisis. Ja. Ook economisch gezien. Dus qua gezondheidszorg. Qua het virus zelf, maar ook economisch gezien is het gewoon een grote crisis. Als kabinet hebben wij gezegd, we moeten de eerste klap opvangen. Door zoveel mogelijk banen te behouden, zoveel mogelijk salarissen door te betalen. Maar de realiteit is ook, er gaan straks bedrijven omvallen. En er gaan mensen hun baan verliezen. Ja. Dus ook onze verantwoordelijkheid is om daarover na te denken. En ook na te denken, hoe ga je dan acteren als kabinet? En daar zijn we nu eigenlijk middenin. Ja, dus het verandert al in zo'n talkshow wordt dan de vraag gesteld dat er geen ontslagen vallen. Maar dat is eigenlijk al te positief, dat kan gewoon niet. Nee, sterker nog, we hebben ook analyses gehad van het Centraal Planbureau, die voor ons natuurlijk van die economische analyses maakt. En in alle vier de scenario's loopt de werkloosheid op. En je ziet natuurlijk dat mensen nu, bijvoorbeeld mensen op een tijdelijk contract, of mensen van het contract afloopt, of ZZP'ers, die geen opdrachten meer hebben. Daar zie je dus dat de werkgelegenheid al afneemt. Onze taak om die klap op te vangen, om inkomensvoorzieningen te bieden voor ZZP'ers, maar ook voor werknemers. Afgelopen week is er voor 1,5 miljard euro aan steun overgemaakt voor meer dan 1,5 miljoen werknemers. Dat zijn gigantische aantallen. Ja. Maar dat is het opvangen van de klap, zou ik maar zeggen. En daarna komt ook nog een discussie over hoe gaan we daar dan verder mee om. Ja. Naar de,
toekomst toe? Heb jij het over de maatregelen die genomen worden vanuit sociale zaken en werkgelegenheid? Maar er zitten natuurlijk veel meer D66'ers in het kabinet. Hoe gaat het met de andere bewindslieden? Nou, het gaat heel goed. We zien elkaar ook regelmatig, ook via de meetings, de online meetings ook. Ook ons bewindspersonenoverleg elke donderdagavond gaat ook via de online meetings. Ja, precies. Ja. Ja, je kunt nu naar ze zwaaien inderdaad. Ja. Hallo. Dag collega's. Een deel zit boven. Die komt hier zo meteen te staan. Maar nou ja, bijvoorbeeld met Hans Velbrief, Alexandra van Huffelen, ben ik zelf heel erg bezig in de sociaal-economische hoek. Ja. Stientje van Veldhoven heeft natuurlijk heel lang de portefeuille van Keizer overgenomen. Met de woningbouw en met de woningmarkt in brede zin. Ook daar moet natuurlijk ontzettend veel gebeuren. Is nu weer verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Maar natuurlijk ook hele grote vraagstukken liggen van hoe gaan we daar om in de anderhalve meter samenleving. Daar horen we haar straks ook over. Als je daar vragen over hebt trouwens, dan kun je die nu alvast stellen. Ja. Ja, heel goed. Sigrid Kaag is ook heel erg bezig met de handelsportefeuille. Want een deel van van de grenzen zit gewoon dicht en de handel ligt stil. Ook voor de toekomst van Nederland als kleine open economie is dat ontzettend belangrijk. Ontwikkelingssamenwerking. Hoe gaan we om met de situatie in ontwikkelingslanden, waar misschien de gezondheidszorg waarschijnlijk minder goed is voorbereid dan in het rijke West-Europa. Ja. Dus alle collega's, Ingrid van Engelshoven van de week nog een heel pakket ondersteuning voor de culturele sector gepresenteerd. Dus alle collega's zijn bezig met deze crisis, om die eigenlijk op te vangen. Ja, 300 miljoen is er inderdaad bijgekomen. Ja, dat is apart van de culturele sector en tegelijkertijd een deel van de werknemers in de culturele sector, bijvoorbeeld de zelfstandigen, maar ook de mensen die in loondienst zijn, kunnen natuurlijk weer aanspraak doen op de regelingen die ik heb gemaakt. Dus de NOW-regeling of de ZZP-regeling, die zijn ook voor de culturele sector beschikbaar. Ja, dus mensen kunnen kiezen, eigenlijk kloppen we aan bij Ingrid of bij Wout, of allebei. Ja, of allebei. Ja. Je bent vicepremier op dit moment, maar dat is een functie die je weer af moet staan. Dus toch weer een stukje van die macht, die raak je weer kwijt. Ik ben er heel blij mee dat ik er weer af mag staan. Ja. Ik ben heel blij dat Keizer weer terug is. Gisteren hebben we een ministerraad gehad met voor het eerst weer Keizer in onze beide ministerraad. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb haar ontzettend gemist. Ik heb een tijd dat ik de vicepremierschap overgenomen. En nog steeds gedurende deze crisis nog. Maar binnenkort mag ik het gelukkig weer overgeven aan Keizer. Daar ben ik heel blij mee, want we missen haar. We hebben echt gemist. Ja. Zij ons en alle andere democraten ook. Ze heeft een boodschap voor ons achtergelaten vanuit Amsterdam. Lieve democraten, maar vooral lieve Wouter, dankjewel. Dankjewel dat je mij zo voortreffelijk hebt vervangen als vicepremier. Ik hoop het stokje binnenkort weer van je over te kunnen nemen. Dan heb je weer iets meer de tijd over. Ik wil ook Stientje heel erg bedanken. Die verving mij voor wonen en ruimtelijke ordening. Natuurlijk ook voortreffelijk. Geweldig, collegiaal, super teamgeest. Ontzettend. Ik ben nu weer aan het werk. Ik heb de eerste ministerraad gehad, eerst het debat gehad, eerste thuiswerkdag gehad in deze hele gekke tijd. Het is even wennen, maar ik ben vooral ongelooflijk blij om weer voor jullie, democraten, aan de slag te zijn. Ja, die gekke tijd en ook dit congres, hè, wat is er toch allemaal aan de hand? We gaan er toch eigenlijk best wel goed mee om, met elkaar. En congressen, ja, die zijn toch het leukste op de borrel. En die missen we nu allemaal. Dus ik dacht, misschien kan ik nu alvast een toast uitbrengen op jullie, op de partij. Op de toekomst en dat wij goed uit deze crisis komen. Ik pak even mijn lievelingsdraadje erbij, heel verantwoord, 0.0. Cheers. Cheers, inderdaad. Nou, dat is mooi. Die borrels, dat wordt wel gemist door meer mensen, heb ik het idee. Hoe kijk jij naar Nederland in crisistijd? Zijn wij nou een solidair land? Ja, we zijn een heel solidair land. Wat ik net al zei, alle appjes die ik krijg eindigen met blijf gezond. En je ziet ook dat onze welvaartsstaat eigenlijk ook in staat is om de grote klap op te vangen. Maar ook gelijk de discussie staat over hoe gaan we om met mensen die toch ondanks alle goede regelingen tussen wal en schip dreigen te vallen. En dat vind ik heel erg hartverwarmend eigenlijk. Dat we die continu daar ook oog voor hebben met elkaar. Ja. Zal ik eventjes kijken naar de vragen die via de feed binnenkomen? Want bijvoorbeeld Jan, die vraagt, zou je nu al dingen kunnen doen zodat je straks sneller uit de economische crisis raakt? Want ja, je bent nu die eerste klap aan het opvangen, maar hoe gaat straks alles weer opstarten? Kun je daar iets aan doen om dat sneller te laten gaan? Vraagt Jan. Ja, daar kun je in ieder geval, daar moet je over nadenken vanaf dit moment. Want eigenlijk moet je nu voorbereid zijn op die fase die hierna komt. We zitten nu nog echt in de fase van het opvangen van de klap, maar ook het terugdringen van het virus. Heel erg nog gefocust op de ziekenhuiscapaciteit en de IC-capaciteit en het voorkomen dat het virus verder verspreidt. Maar het is ook onze taak als kabinet, zeker als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om daar nu wel over na te denken. Over wat gaan we in de toekomst doen om bijvoorbeeld de werkgelegenheid weer te stimuleren. Eerlijk gezegd
weten we op dit moment nog niet zo hoe ver we dan precies zijn. Ook de verwachting is dat niet plotseling de economie weer open kan. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Maar het is wel onze taak om daarover na te denken. Over hoe je ook naar de toekomst toe goede, schone werkgelegenheid hebt in Nederland. Ja, en hij vraagt echt specifiek van kun je er iets aan doen om dat te versnellen? Zijn er dan knoppen waar je nu al aan kan draaien? Of is dat echt te prematuur om daar nu over te praten? Ja, in theorie heb je daar natuurlijk de knoppen voor. Je kan nadenken over bestedingsimpulsen of bijvoorbeeld overheidsinvesteringen naar voren halen. Denk bijvoorbeeld aan de bouw, hè, dus aan de woningbouw of aan windmolens of noem maar wat voor voorbeelden. Je kan nadenken over besteding, dus effectieve vraag voor consumenten, dus gewoon koopkracht zou ik maar zeggen. Maar we moeten eigenlijk eerst precies weten, eerst moet het virus onder controle krijgen. Ja. Als we dat hebben gedaan, moeten we zorgvuldig en verantwoord weer de maatschappij en ook dus de economie openzetten. En daar horen dit soort instrumenten bij. Ja. Verwacht je, vraagt Nico, dat D66 zich na deze crisis meer gaat inzetten of bezig gaat houden met een herwaardering voor die vitale beroepen waar je nu zoveel over hoort? En dat zijn inderdaad juist die beroepen die de afgelopen jaren van zich lieten horen als het ging om werkdruk en salarissen die te laag waren. Ja, ik begrijp de vraag. Als D66 hebben we dat altijd gedaan. Ik heb zelf nog onderhandeld over het regeerakkoord. Ik heb zelf onderhandeld over de financiële paragraaf van het regeerakkoord. En daar zat bijvoorbeeld in 1,9 miljard euro extra voor het onderwijs. Juist om die professional in het onderwijs extra financiële armslag te geven. 300 miljoen euro voor de werkdruk in het onderwijs bijvoorbeeld. Dus ik zie dat niet als een tegenstelling. Ik vind het meer iets waar we op door moeten gaan als partij. Mm-hmm. Ik denk dat we ook wel een fundamentele discussie met elkaar gaan voeren over de gezondheidszorg. Hè, de toekomst van de gezondheidszorg, hoe we daar dan mee omgaan. Ook hoe we ook kunnen reageren op zo'n pandemie die van buiten afkomt. Ja. Dat zijn natuurlijk wel nieuwe vragen in die zin waar we wel een antwoord op moeten gaan formuleren met elkaar. Maar als het gaat over de belangrijke beroepen, vind ik dat D66 deze altijd al scherp op het netvlies had. Ja, dus dat gaat niet meer, maar dat... Het zal wel anders worden, denk ik. Hoezo anders? Nou, bijvoorbeeld digitalisering. Je ziet nu dat mijn kinderen zijn 8 en 5, zijn nu thuis. Oh, je bent zelf ook een soort onderwijsprofessional geworden. Nou, ik niet, maar mijn vriendin. Ja. Ik ben bijna altijd weg. Maar mijn vriendin is thuis en is ook thuisonderwijs aan het geven. Maar als je ziet hoe snel het nu met de digitalisering gaat, en met de Zoom-lessen en de andere vormen van onderwijs, denk ik dat het ook een impact gaat hebben op hoe wij het onderwijs naar de toekomst toe gaan inrichten. Ja. Dat het ook sneller gaat dan we eerder dachten. Ja, ja, het is wel een soort vliegwiel op de een of andere manier voor dat soort ontwikkelingen. Dat zien we ook wel. Jurjen vraagt zich af hoe je ermee omgaat dat Feyenoord nu niet speelt. Jurjen Hoekstra? Dat denk ik dan. Dag Jurjen, leuk dat je kijkt. Ik kijk af en toe op YouTube naar die herhalingen van die belangrijke wedstrijden. En laatst heb ik zitten kijken naar Feyenoord tegen Inter Milan. Ja, ook volgens mij. Dat weet ik, dat je daar hem zit te kijken. Dat zag ik op Twitter. Dus op die manier kunnen we nog best wel... Ja, ik hoorde Mieke van der Wij vanmorgen op Radio 1 zeggen van... eigenlijk hebben we ook helemaal geen nieuw voetbal meer nodig. We kunnen kennelijk nog heel lang voortborduren op oude wedstrijden. Ik vond het wel raar om te constateren dat ik nog steeds, zal maar zeggen, dat het nog steeds spannend was om te kijken naar een wedstrijd uit 2002. Ja. Waarvan ik de uitslag al wist. Ja. Ja, alsof je weer naar die Titanic zegt, niet zinken. Sander van Diepen, via onze live verbinding, heeft een vraag, heb ik begrepen. Misschien gaat dat beter dan net met Laura. Groeten daar in Nijkerk. Ja, Sander, stel je vraag. Sander, stel je vraag. Sander, doe maar. Het is wel leuk om jullie blije gezichten te zien. Dat zeker, maar het zou nog leuker zijn als we ook jullie zouden horen. En de inrichting van mensen van D66, hè, die krijgen we nu ook eventjes allemaal een beetje mee. Heel veelzijdig, hè? Veelzijdig. Ja, kleurrijk ook. Ja, absoluut. Even kijken, ik krijg hem nu binnen op een andere manier. Hey Wouter, op het vorige congres hield jij een mooie speech over het belang van gelijke kansen voor iedereen. Juist nu is voor veel mensen de toekomst heel onzeker geworden. Hoe ga je er nou voor zorgen dat we in en ook na deze crisis zorgen voor een gelijk speelveld en eerlijke en gelijke kansen voor iedereen? Dankjewel, Sander. Ja, dat is een mooie vraag en ook een terechte vraag. Wat deze crisis, althans, we zijn echt maar een paar weken zitten we in deze situatie. Hè? Dus ook deels is te vroeg om conclusies te trekken. Maar wat je wel ziet is dat, zal maar zeggen, verandervermogen of de mogelijkheid om klappen op te kunnen vangen, dat
was al belangrijker dan in het verleden. Het wordt naar de toekomst toe, denk ik, nog belangrijker. En dat laat ook deze crisis zien, is mijn verwachting. Ja. Dus bijvoorbeeld het belang van onderwijs, maar ook scholing tijdens je werkzame leven. Zodat je dus niet zozeer het hebt over baanbehoud, maar over werkbehoud. Dus kan je naar een andere sector, waar wel werkgelegenheid is, kun je daartoe omscholen bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijk wel vragen die de komende tijd op tafel, pregnanter op tafel komen te liggen dan de afgelopen jaren op tafel hebben gelegen. Ja. En het gaat ook bijvoorbeeld over inderdaad het onderwijs, om kansenongelijkheid, die nu bijvoorbeeld ook weer heel manifest wordt door mensen die thuis zitten bijvoorbeeld. Hè. Juist de kwetsbare kinderen hebben daar het meeste last van. Hoe ga je daar dan weer op acteren? Hoe ga je dat dan weer proberen recht te trekken? Dat zijn een paar van die thema's die dan toch weer naar boven komen. Maar die thema's die zijn heel actueel. Hoe vertaal je dat dan naar beleid? Want D66 gaat de komende tijd natuurlijk ook schrijven aan een nieuw verkiezingsprogramma. Ja. Je wil nog niet al die conclusies trekken uit de crisis waar we nu nog zo middenin zitten. Maar kun je het daarnaar vertalen? Nou, voor heel veel thema's zal het denk ik ook gewoon hetzelfde blijven. Nog steeds is bijvoorbeeld het klimaat en het verdrag van Parijs blijven belangrijke hoekstenen. Hoe gaan we om met stikstof? Blijft belangrijk. Blijven we investeren in het onderwijs, in kennis? Dat blijft belangrijk. Dus een deel van de thema's zal hetzelfde blijven. Het zal alleen een stapje bovenop moeten, is mijn verwachting. Ja. Voor een ander deel, zeker op bijvoorbeeld mijn terrein op de arbeidsmarkt, maar ook in de overheidsfinanciën en economie, daar komen we voor nieuwe vragen te staan de komende maanden. En hoe we dat precies moeten beantwoorden, dat weten we gewoon nog niet. Dan moeten we gewoon goed kijken en goed volgen wat er nou gebeurt in de wereldeconomie. Maar bijvoorbeeld het feit dat Schengen dicht is, is voor Nederland echt heel erg impactvol. Want wij exporteren natuurlijk heel veel van onze producten naar andere landen in de Europese Unie. Dus om daar een antwoord op te vinden, dat wordt echt wel een puzzel de komende maanden. Ja. Waar we hopelijk in het najaarscongres weer fysiek ook over kunnen praten met de leden. Even kijken, dan doe ik tot slot nog een vraag van Hidde. Hoe wil D66 de onzichtbare jongeren met betrekking tot het onderwijs bereiken? Dat is eigenlijk iets wat je net ook al even aangaf. Juist de kwetsbare kinderen die hebben het meeste last van van de sluiting van de scholen. Ja, kijk, punt 1 is inderdaad, wanneer zouden de scholen weer verantwoord open kunnen? Zoals u weet zijn we bezig ook de aanloop naar aanstaande dinsdag in het kabinet dat voor te bereiden, die besluitvorming daarover. We krijgen er heel veel vragen over. We wachten natuurlijk op het medisch advies van het OMT, dat is 1. 2, juist de signalen die wij krijgen gaan met name over die kwetsbare kinderen. Die inderdaad, waar de scholen geen contact mee krijgen op dit moment. Of waar toch het gevoel is dat ze geen thuisonderwijs krijgen. En ook juist daarom is het belang dat er voor een deel weer routine inkomt. En gewoon de kinderen weer zichtbaar worden. En ik weet dat Ingrid van Engelshoven als minister van Onderwijs, samen met Arie Slob, hier ook mee bezig zijn om dat in kaart te gaan brengen. En te kijken wat ze eraan kunnen gaan doen om eventueel de leerachterstanden te voorkomen. Ja. Ja, ik denk veel ouders, misschien ook jouw vriendin en ik ook zeker trouwens, wachten met spanning af wat er dinsdag besloten gaat worden. Ja. Ik kan er helaas niks over zeggen, dat begrijp je. Nee. Weet je zelf ook nog niet helemaal. Oh nee, oké. Okay. Dat lijkt me een lastige situatie thuis dan. Je vriendin zegt, please, zeg het alvast. Moeten we dit nog langer doen? Ja, we hebben nu als kabinet, elke zondag komen we ook bij elkaar in het katshuis. Waar we een deel ook de medische experts uitnodigen. De maatschappelijke, sociale economen uitnodigen om na te denken over dit soort vraagstukken. Maar uiteindelijk ligt bij jullie de beslissing. Uiteindelijk is het een politieke beslissing, dat klopt. En ook uiteindelijk in de Tweede Kamer, die we natuurlijk ook over moeten stemmen in heel veel gevallen. Maar we laten ons wel heel goed adviseren door de experts. En dat is denk ik ook belangrijk, dat je afgaat op de kennis en ervaring van mensen die er echt verstand van hebben. Ja. Het is toch best lastig hè, om naar de camera te kijken. Mensen, jullie zitten daar en dan gaan we toch met elkaar op die manier in gesprek. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je komst. En we weten dus wat Wouter morgen gaat doen. Zit je lekker op het katshuis de hele dag? Met, de ochtend. De ochtend. Ja. En dan heb je nog iets van weekend? Daarna. Daarna? Ja. Een middag. Ja. Heel erg hartelijk dank voor je komst en heel veel sterkte en wijsheid met het besluit dinsdag om de scholen weer te openen. Ik ga er niet op vooruit lopen. Dankjewel. Ik snap het. Succes vandaag. Dankjewel. Wouter Koolmees. Straks dominee Gremdaad met een bemoedigend woord.